Mijn hart is gebroken. Alweer. Kindje Winter is gestorven. Ze dronk vervuild drinkwater, kreeg diarree en stierf. Ik ben Serwa, een lokale zorgverlener en ik verleen basiszorg aan 26 huishoudens in mijn gemeenschap. Een gemeenschap die onlangs werd uitgebreid met lieve kleine Winter. Op dit moment ondervinden mensen hier de meest gewelddadige gevolgen van de klimaatverandering. Overstromingen worden afgewisseld met periodes van droogte. En veel Afrikaanse gemeenschappen hebben alleen water op kilometers loopafstand. Wie dat moet halen? De vrouwen en meisjes die deze tijd op school of werk zouden moeten doorbrengen. Daarom zoekt de AMREF in samenwerking met lokale gemeenschappen en autoriteiten naar de oplossingen voor water en sanitatie en beheert deze op duurzaam wijze. Voor scholen, klinieken en met mobiele wasbakken voor huishoudens in elk gemeenschap. Met partners en de medewerking van de Nederlandse overheid leert AMREF mijn collega's en mij hoe we mensen bewust kunnen maken van goede hygiëne om ziektes als corona te bestrijden. Dus blijf alsjeblieft investeren in duurzame oplossingen. Want water verdient geld als, nou ja, water.